Nou, op dit moment hebben wij een bijkeuken die van het huis afscheurt. Dus er zijn nu eigenlijk geen uien meer in de schuren. Waar veel mensen last van hebben, is dat planten in hun tuin gewoon doodgaan. Ja, en dan moet eigenlijk het echte droogteseizoen nog beginnen en je hebt al helemaal geen water. Hey, hoe diep moet je nog? Nog een halve meter, dan zijn we er. Nog een halve meter? Ja. Nou, die droogte die heeft ervoor gezorgd dat de grond inklinkt. Ja, dit is de scheur. En hij wordt steeds dieper. Dat kunnen we ook zeggen. Hij wordt dieper en hij wordt langer. En dan realiseer je opeens dat je dus verzakt bent. Of aan het verzakken bent. Door de droogte. Ja, het was vorig jaar natuurlijk erg droog. Dus we dachten, we moeten zelf in onze eigen tuin ook maar eens een paar tegels eruit trekken. Om dat water een beetje weer in de grond te krijgen. Zo. Wat heel populair is natuurlijk, is om alle planten uit je tuin te trekken en dan mooie gladde tegels erin te zetten. Maar wat er gebeurt is dat je eigenlijk in een soort oventje terechtkomt. En het helpt gewoon om boompjes te hebben, zodat je niet in die oven zit, maar verkoeling krijgt. En zeker als straks ook nog iets groter zijn, het scheelt soms wel 7 graden in zo'n tuin. Dan gaan we de uien weer eventjes nat maken, want die hebben weer water nodig. Ja, ze zijn nu echt volop aan de groei. En dan verdampen ze heel veel water, dus dan moeten we het weer aanvoeren, want er is nog niet genoeg gevallen in ieder geval. Door de droogte moesten we beregenen. Zelf hebben we 2 regenhaspels. En die hebben 6 weken, 24 uur per dag, 24/7 hebben die gedraaid. Nou, het biedt vooral voor mij wel kansen. Wij proberen vroeg uien te telen, dat we dadelijk al in begin juli uien kunnen afleveren. En dan hopen we een mooie prijs te krijgen. 2 jaar geleden kregen we maar 7 cent betaald. Terwijl als ik nu uien wil verkopen, dan kan ik wel 60 cent voor een kilogram krijgen. Dus dat is wel een heel groot verschil. Nou, zoals het hier nou is, hebben we het niet eerder gezien voor zover ik weet. Het is wel uitzonderlijk dat je inderdaad gewoon heel de winter zo'n beek als Gender hier droog hebt staan. Vanaf 1 april hebben we een voorjaarsverbod voor beregening van graslanden uit grondwater moeten instellen. Dat is voor het eerst eigenlijk sinds 2011 dat beleid versoepeld is. Dat geldt dus voor boeren, maar eigenlijk ook voor golfbanen en voor sportverenigingen. Dus voor diegenen die nog geen kunstgras, maar die gewoon gras hebben en die daar normaal uit een grondwaterput beregenen, dat mogen zij dus nu niet. Ja, en dan moet eigenlijk het echte droogteseizoen nog beginnen en je hebt al helemaal geen water. Echt snelle maatregelen zijn vooral bijvoorbeeld met stuwtjes het water vasthouden en dan vooral in alle kleine havaatjes en zeewatergangen. Je kunt wel keuzes maken voor je eigen bedrijf dat je andere teelten gaat doen die daar minder last van hebben. Ja, wat ons natuurlijk gaaf lijkt, dat steeds meer mensen tegels uit de tuinen halen. Palen, want er zaten nog geen palen onder. En dat tilt hem op en dan verzakt hij niet meer. De ui, wat een prachtig exemplaar, hè?